Kijk, voetbal is voor iedereen. Eten is ook voor iedereen. Op het moment dat je heel lang niet hebt gegeten, dan heeft iedereen honger. Op het moment dat je honger ervaart, besef je ook het belang van eten. En als je dan daarna een moment hebt die je samen kan delen, geeft dat gewoon iets heel, heel moois. Hoe langer je de Ramadan bezig is, hoe meer je er gewend aan raakt. En dan bouw je automatisch ook een ritme op. Dus dan, ja, dan wordt het steeds minder zwaar. Ja, je hebt allemaal cultuur natuurlijk met voetbal. Dat is het leuke van. Mijn zoon is ook een half Surinaams. En dan merk je ook echt dat iedereen gewoon... Het gewoon een beetje multicultureel is. We hebben Keniaans in ons team. We hebben half bloed, Marokkaans, Nederlands. Alles gemixt bij ons. Ja. Als de kinderen eruit komen, waarom kunnen wij er niet uitkomen? En je krijgt ook zo'n leuke sfeer omdat je dan met z'n allen bent. En niet alleen omdat het Ramadan is, maar gewoon omdat je samen bent. Echt, gewoon één familie, alles samen, hier kaarten, hele team is er, de rest komt eraan nog. Ik heb dat allemaal georganiseerd. Ja. In de Ramadan, hè? Ja, toch? Dat is leuk. In de Ramadan ook. We gaan voetbal kijken. Ja, zeker. Ja, Boula. Ja, Deus. Even lekker potje voetballen kijken. Voetbal kijken. En daarna lekker eten. De KNVB heeft vandaag een heel mooi initiatief neergezet. Ze hebben een aantal ex-internationals, internationals, medewerkers van de KNVB hebben ze uitgenodigd. En zometeen voor ons een iftar georganiseerd. Eigenlijk het maaltijd waarmee wij straks het vasten gaan verbreken. Het is een mooi iets, het samenkomen van verschillende culturen. Je ziet toch dat de mensen wat meer begrip krijgen voor het vasten. Voor voetballers die daaraan meedoen. Ik heb te snel gegeten. Ik zei nog van tevoren van gewoon relax, goed happen, 30 keer minimaal. Ik bedoel, je hebt geen tanden in je buik. Wat ik juist altijd mooi vind is dat je dan, dat ik samen met mijn vrouw de eten klaarmaak. En dat iedereen dan bij elkaar komt. En dat is gewoon heel mooi. Als je dan zo'n doel hebt in een Ramadan, naast ook dat je allemaal familie wilt zien die je heel lang niet hebt gezien, is het een heel bevredigend gevoel aan het einde van zo'n maand. En als je dan daarna een moment hebt die je samen kan delen, geeft dat gewoon iets heel, heel moois. Het is een beetje een synergieverhaal, waarin ik niet specifiek alles kan benoemen, maar het is gewoon het gevoel wat overheerst, wat heel prettig is. Het is zoveel meer, weet je, het samensmelten van verschillende culturen op zo'n avond is geweldig. Dit brengt Ramadan bij elkaar.